Vrienden, ik heb de indruk dat als je niet meer liegt in Den Haag, dan word je gewoon niet meer serieus genomen. Ja, dat moet die Van der Wal, streepje Zeggelink, die minister van stikstof, die moet dat ook gedacht hebben. Die denkt, laat ik maar even lekker meeliegen. Dus ik neem jullie even mee een paar maanden geleden. Ja, en dat doe ik even voor de mensen die de politiek niet helemaal op de voet volgen. Leg ik het nog even uit. Er was toen een debat over stikstof, een paar maanden geleden. En die Kamerleden die zeiden toen tegen Van der Wal, streepje, die zeiden tegen haar van luister nou even goed. Ga nou in Brussel even vertellen dat dat zo niet langer kan. Met die hele toestand, met die boeren. Dus ga daar nou even naartoe. Toen zegt zij, we zijn er pas geleden geweest. Jullie zijn in Brussel geweest? Ja, en daar ben ik geweest toen met Jonge en met Jette en met Staghouwer en ikzelf. En daar zijn we geweest en we hebben een heel groot, dik nee gekregen op het hele verhaal over de boeren en de stikstof. Nou, en wat blijkt nu, beste vrienden? Ja, je voelt hem wel aankomen. Ja, dat is allemaal dankzij Caroline van der Plas van de BBB. Ja, die heeft uitgevonden dat dit helemaal niet klopt. Want wat blijkt, er was helemaal geen Staghouwer bij die vier mensen. Staghouwer is helemaal niet geweest. Het was gewoon heel iemand anders. Het was gewoon minister Harbers. Heet die, weet ik niet, van infrastructuur. Ja, die was erbij. Goed, nou ja, en dat komt dus dan uit. En dan wordt er gewoon gezegd van, abusievelijk. Het woord abusievelijk valt dan. En dan zegt Van der Wal, streepje, die zegt, het was even iemand anders. Ja, nou goed, laten we dat nou eens even niet nog onder het kopje liegen zitten. Laten we dat nou eens nemen onder, heel erg slordig. Ook heel zwak, daar gaat het niet om. Maar goed, die zetten we nog even onder heel erg slordig. Maar, nou komt-ie. En dan zegt zij, we hebben een dikke nee gehad vanuit Brussel over die boeren. We hebben het helemaal niet over die boeren gehad daar bijna. Nee, niks. Niks. Hebben het gehad over woningen met die jongen en met die andere minister over verkeer en noem het allemaal maar op. Helemaal niks boeren. En dat is dus gewoon keihard liegen, vrienden. Ja. En vroeger als je zo loog in de politiek, dan moest je naar de Kamer toe. Dan kreeg je keurig een motie van wantrouwen. En dan werd je ook heel keurig naar huis gestuurd en kon je weg. Ja, niet meer. Dat is niet meer, vrienden. Nee. Lieg maar raak, ga je gang en je blijft keurig zitten. En ze denken, dat is namelijk de lol van dit hele verhaal, dat ze ermee wegkomen. Nou, vrienden, nee. Ik heb het al eerder gezegd. Ook voor Van der Wal, streepje en haar hele club. Ja, die ober, die schrijft keurig mee, hè. Jullie kennen hem, hè. De ober komt altijd. Tijd afrekenen, vrienden, in het leven. Ja, en ook daar, hij komt langs. Ja, hij gaat ze op de schouder tikken. En over een paar maanden is het zover. Vrienden, in maart wordt er afgerekend.